originele oplossing voor het klimaatprobleem. Dat klinkt ingewikkeld, maar er waren dit jaar wel de opdrachten voor teams die meedoen aan de wedstrijd First Lego League. Vanmiddag was die finale voor teams uit Nederland, België en Luxemburg. Natuurlijk hebben alle teams hun best gedaan om een goede Lego-robot te bouwen. Maar moet er soms op het laatst nog iets aan gebeuren. En ook belangrijk bij deze wedstrijd, een goede yell. De coma-versie staat eruit. Dames en heren, is eruit. Lego! 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 Op deze oefentafel testen teams of hun robot goed werkt. Want in de wedstrijd moet hij allerlei opdrachten uitvoeren die met het klimaat te maken hebben. Ook team JPT uit Kastrikum oefent hier. Hij moet bijvoorbeeld die dijken, die moet hij hier in dit vak of in het rode vak daar krijgen. En daar krijg je dan punten voor. En een andere opdracht tijdens de wedstrijd is dat je ijsberen moet verhuizen naar een nieuw gebied. Beneden heb je nog even tijd om rustig te oefenen, maar hier moet alles in één keer goed gaan. Die robot moet alles goed doen. Met cameramensen, juryleden en heel veel publiek erbij. Jellen natuurlijk. En dan gaat team JPT het in de echte wedstrijd proberen. Meer dan 100.000 kinderen in 42 verschillende landen doen mee aan deze wedstrijd. In Nederland, België en Luxemburg schreven 250 teams zich in. 32 staan in de finale. Hoe ging het? Nou, ik viel wel mee op zich hoe goed het ging. We hebben die dijk daar omhoog gekregen. De bal hebben we daarin kunnen krijgen en die hebben we kunnen lanceren. En aan het einde hebben we die robot daar kunnen neerzetten. Toch keurt de strenge jury daarna een paar opdrachten af door kleine foutjes. Maar niks aan de hand, er was nog een opdracht. Een originele oplossing bedenken voor het klimaatprobleem. Drijven bouwen, dus als de zeespiegel stijgt, dan gaat de stad vanzelf mee. Afhankelijk van het zeeniveau. Dus dat is onze oplossing. Nieuwe huizen met er onder de veranda een wateropslagplaats waar regenwater in kan opvangen. En dat kan je weer gebruiken om de planten te sproeien en de wc door te trekken. En nu maar hopen dat de winnaars een yell of een lied in het Engels hebben. Het beste team mag namelijk naar de wereldfinale in Amerika. Met het plan om water op te slaan onder huizen, dat heeft gewonnen.